We leven in een wereld waarbij we zien dat Poetin er veel aan gelegen is om datgene wat wij als vanzelfsprekend beschouwden, de internationale rechtsorde, de soevereiniteit van landen, de primaat van democratie, om dat onderuit te halen. En daar bereid is heel ver te gaan. En Oekraïne is in die zin de frontlijn, maar niet het einde. What happens in Ukraine doesn't stay in Ukraine. Nee, waar is wel het einde dan? Nou ja, dit raakt onze veiligheid. Als Poetin Oekraïne weet in te nemen. Wit-Rusland hebben we gezien, daar is al de facto sprake van een halve annexatie. Dan hebben we straks een enorme oostgrens van de EU en de NAVO. Die grenst aan een land wat ons niet gunstig gezind is. En hoe moeten wij daar dan op gaan reageren? Nou ja, daar gaan we ons over buigen nu bij de NAVO. Ten eerste, tijdens de crisis hebben we gezorgd voor een grotere presentie. Voor verhoogde waakzaamheid op het gebied van cyber. Maar op de langere termijn gaat dat ook implicaties hebben. En daar moeten we ons over gaan buigen.